Mike, welkom. Vertel eens, wie ben jij? Ik ben Mike, uit Heist op den Berg. Ik ben 20 jaar, geboren op 9 maart 1995. En ik doe mee aan Mr. Gay, omdat ik vind dat er nog veel discriminatie is tussen wallabies en andere mensen. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld bij bloeddonaties. Aan het Rode Kruis worden wij nog altijd gediscrimineerd, omdat wij geen bloed mogen geven. Omdat wij juist homoseksueel zijn en meer kans hebben op bepaalde ziektes als AIDS. En ik kan daar dus helemaal niet tegen. Ja. Hebben ze jou zelf al eens geweigerd bij een bloeddonatie? Ben je al eens langs geweest en heb je daar ervaringen mee gehad? Hoe is het door ervaring van vrienden? Door ervaring van vrienden. Ik ben zelf nog nooit geweest, want ze hadden mij ook verteld dat ik geen bloeddonatie kon doen omdat ik homoseksueel was. Allee, ik kon wel een bloeddonatie doen, maar dan moest ik al een jaar geen seks gehad hebben. Oké. Okay. Ja. Heb jij nog broers of zussen ook? Of hoe is jouw thuissituatie? Ik heb één halfbroer en één halfzus, maar die zie ik wel zelden of nooit. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ik heb nog een laatste vraagje voor jou. Ja. Als jij een bedrijf zou mogen overnemen, welk bedrijf zou dat zijn? En wat zou jij daarvan veranderen of aanpassen? Of wat zou jij dan doen? Wauw, ik zou kiezen voor Studio 100. Ja. Meer bepaald Plopsaland. Daar zou ik bijvoorbeeld het park meer geschikt maken voor gehandicapten, zodat zij sneller in de attracties kunnen. Oké, super, dat is een heel mooi antwoord. Dank u wel alvast en succes nog in de campagneperiode. Dank u wel, Skelte.